Albert, die zit in Brussel geboren. Ja hoor, in 32. En uw ma en haar pa waren nog van Brussel? Ja hoor, mijn ma is van Valm en mijn pa is van Durras. Die zit in de meesterschool geweest waarschijnlijk? Ja hoor. En door nou? En door nou ben ik 2 jaar in Warm geweest, in college. Ik heb toen de veel gedaan als we Frans geleerd. Een beetje Frans. Waar gelukt dat dat koos, dat hij me fel geholpen. Ja, dan word je, als je van de school afkwam, bij haat worden dan? Als ik van de school afkwam, kreeg 14 jaar. En dan zijn ze direct beginnen op regen te werken? Of wat? Nee. Dan ben ik, heb jij op het boerderijke gewerkt. Als boer. Als boerenzoon, ja, waar dat vroeger was. Ja. Vroeger worden de boerenzoonen, maar na zijn er geen meer. Dat was nog, ja, bepeerd een keer. Bepeerd een keer. Ja. Het veld in, klaar verhalen, voor de peerden, ja, voor de peerden te voeren. Ja. En bier te plakken, kom waar het vroeger was. En daarna een tijd. En dan de oorlog. Was daar die... Toen was ik, als ik de oorlog uitbrak, toen was ik 8 jaar. Toen was ik 8 jaar. En heb je daar nog speciale herinneringen aan de oorlog? Ja, ik weet daar nog, ik weet daar nog veel van. Ja. Maar... Toch veel van vergeten nog, ja, sir. Ja, ik heb de vliegplein zien maken. Ja. Zien, in 1939 zijn de Belgen begonnen bij het maken van de vliegplein. Toen zijn de Belgische soldaten begonnen op de Kriezel, daar we zijn. Ja, ja. Op de Kriezel. Die zijn door begonnen. Het grijn af te doen dat onrijp was, zijn ze door begonnen. Ja, voor de vliegplein te maken. Voor de vliegplein te maken. En er stonden een stuk of 6 Belgische, allee, Belgische van het leger, Belgische vliegertjes. En er waren een Duitse vliegers, die hadden door een boom ook 3-4 gesmeten en van de lochdruk worden die vliegertjes omgeweerd. En toen was het gedaan. Dat is heel gaaf. En toen zijn de Duitsers gereveerd en toen hebben die voet de vliegplein gemaakt. En ze hebben al de huizen afgebroken op de Kriezel. Op de oudste weg, dat wil je na zeggen. Ja. Maar die is ingenomen door de vliegplein, die ziet je na niet meer. Inger en door nog een klein stukje van hem. Ja. Ja. En iedereen ging, doe maar letten, wij ze door aan het werken worden aan die vliegplein, betoond leggen en aan het doen. En dat woord. Een heel industriële dingen. Vesting door. En iedereen ging toe zien. En door de Belgische soldaten worden weg. Die worden gaan lopen. En de Duitse soldaten, die worden hij. En daar worden de mensen van hij. Die klapten bij de Duitsers en die duinen, dat was precies als er daar van hij boren. Dat leven ging gewoon weg, vots. Ja, en dan na de oorlog, ja, terug naar school, naar Warm zeker, naar de school. Ja hoor. Ja hoor, dan terug naar de school. In 1944 terug
naar Warem, naar de school, bij de velo, ofwel bij de tram, tot de rij en dan vandoor vots bij de stoomtram naar Warem. Kwam je iedere avond thuis? Nee, hè. Ik sliep daar. Ik was de interne. Ja, maar Remij Bels en Firme Keunings en Flora Wijnen, die worden externe. Die worden externe en die gaan iedere dag bij de tram op en af warm. Ja. Ja. Dat was nog dan toch wel tijdverlies dan. Ja, maar dat was, toen was door tijd genoeg, ja, hè. Ja, ja. Toen was door tijd genoeg en na is door beginnen mee. Was dat een streng school? Ja, het was een college. Nee, dat was een gewoon ordinair college. Bij allemaal veel kenger, bij 1000 kenger, moe van en 600 Vlamingen. En de Vlamingen die gingen er allemaal heen voor wat Frans te leren. Vroeger moest je wat Frans kunnen of het was niks beug. En iedereen ging een luik werken en iedereen sprak Frans. Dat was toen zo, ja. En dus technische studies heb je door die gedaan? Ik heb nooit geen technische studies gedaan. Als ik 6 jaar was, was ik al kerkjes aan het maken en was ik van alles bezig. Dat zat in me van alles te maken. Ik was altijd aan het kleuteren. Mijn paas en nagels, die worden altijd op. Ik mocht van alles en ik was de hele dag aan het kleuteren. Geen technische opleiding, ik ben begos. Ik mokte niet en ik deed niet. En ik heb alles zelf moeten ondervangen. Ja, Pierre, je weet het juist zo goed als ik. Ja, ik heb nooit geen duiden van een vakschool gezien. Ja. Ik ben één keer op een zondag. Op een zondag naar de autoschool geweest en de vakschool. Dan gaven ze les. Ja. En ik. En ik zag dat die leraar die de les gaf van autotechniek, dat die een boek had. En ik heb me zo binnen gekocht. Ik wist meer van de auto's en van tracteurs als de leraar. Ik wist wat er ging zeggen. Ik lees het gewoon weg af uit die boek. Dat was een boek van ingenieur Van Roy. En daar ben ik veel in geleerd. Ik kan de motor van een auto van binnen tot van buiten. En dat zat in mij, als het maar rondrijden en als het maar gonk. Je zet niet direct gedraaid. Toen zijn ze nog. Nee. Het jongmansleren. Toen zijn ze op gang gegaan en toen is het leven begonnen. En toen ben ik beginnen te werken. Van alles te maken voor de boeren, voor de klanten. En dat. Door kon ik iets vertellen en dat bracht hij op. Ja. En dan kon je een pintje, s'avonds een pintje, bestijden van Ruis, een pintje kon drinken. Maar je hebt me verteld dat je nog voor de leven plannen gemaakt hebt en de café. Ja. Ik was altijd, zat ik op mijn stoel, mijn pintje bummig. Maar dat kost niet dienen. Ik was nog aan het speculeren en bij het kruid, waarbij dat ze koud speelden, was ik nog aan het tekenen en uit aan het leggen dat dat zo moest zijn en dat zo moest zijn. Ja, ik heb altijd bezig geweest
Bij die techniek. Ja. Toen worden dus al stilletjes voor de buren op hun eigen bezig. Toen was ik al stilletjes, toen worden de zichtmachine nog door. Ja. De zichtmachine worden nog door. En er worden 30 zichtmachines in het dorp. Uh-huh. Dus er worden rond de 30 buren. Ja. Die allemaal een zichtmachine aan. En toen kwamen nog wat stukken aan en dan moest druk gemaakt worden. Ja. Had je toen al een lastpost of was dat? Ja, toen had ik me een lastpost gekocht, maar eerst had ik een transformateur ja. van ma en even. Ik was goed vriend bij ma en even en die had me een transformateur gegeven en daar lasde ik bij. En daar lasde ik bij. En dat ging heel goed. En de boormachine, dat had ik gekocht bij Joe Locks. Bij Joe Locks. Ja. En dat was uw getuigzu. En dat was mijn getuigzu dat ik ga en moet bij dat werkte. Ja, moet bij dat ik alles mocht. Maar net een tijd. Net een tijd natuurlijk, als ik ouder geworden ben en als ik al in de 25, 26 was, hè, toen ben ik natuurlijk, toen heb ik uitgebreid en ik had zelfs jongen, toen die mij al helpen kwamen, dat was nog niet veel, maar toch al een beetje, zo, ja. Ja, dan is je vervolgens is je dan ja, waarschijnlijk lastposten bijgekocht. Ja hoor, lastposten bijgekocht en andere machines gekocht. En zo stilletjes. En vandaag mag de negiet voor iemand van Ouds. En dan voor iemand van Rijkelen. En zo is dat stilletjes uitgebreid. Is dat stilletjes uitgebreid. En zijn we zulke schrudder geworden. Hij vier keer jonger geworden. En via Anne op de Kriezel. Daar woonde Domien. En dat was een peertsmeester. De linkse buurt. Dat was een peertsmeester. En toen konden de boeren allemaal leiden als ze iets aan een paard hadden, als door een poetsgeef stond of iets, dan konden ze naar de min. Die hebben een velle gemak. Of gekocht, denk ik. Of gemak of gekocht, ja, hè? De eerste van Brusten, maar er was nog veel hout aan die velle. En iedereen kwam uitgelopen als de min aankwam met zijn velle. Dan was heel Brustum op de baan. Die kan me zien, neem, als hij bij de velle woont. Ah, de eerste velle van Brustum. Dat was voor hem te verplaatsen, ja. Van die dorp naar de ander.